Oorlogsveteranen zullen vanaf dit jaar op een gepaste wijze worden herdacht, zei bevelhebber Werner Q. Assen gisteren tijdens de herdenkingsceremonie ter nagedachtenis van de gesneuvelde militairen van het binnenlands gewapend conflict. De legerbaas zegt dat de veteranen ook grote offers hebben gebracht. Dat mag niet vergeten worden. Vanaf dit jaar zullen we daarom als de Veteranendag hebben op 8 augustus. Want ook deze veteranen hebben offers gebracht. Sommigen hebben blijvend lessen van overgehouden. En zij dienen vooral op zo'n dag geëerd te worden. Ook hebben deze helden zich ingezet. Ze hebben successen gehad waar vooral de nieuwe generatie militairen van moeten leren. Naast de gesneuvelden dus, zijn degenen die door konden gaan met het gevecht ook onze helden. En ook deze helden verdienen het moment waarop ze geëerd kunnen worden. Waar wij bij elkaar kunnen komen om het broederschap te vieren, maar ook om elkaar te ondersteunen. Want ook onze veteranen hebben het moeilijk. De functionaris geeft verder aan dat sommige veteranen blijvende letsels hebben overgehouden van het conflict en daarmee leven. De gepaste herdenking op 8 augustus aanstaande wordt volgens Q. Assen een verdiende herdenking voor de oorlog die 21 jaren geleden eindigde. En zeker met elk jaar erbij zullen deze veteranen steeds minder en minder worden. Maar de kennis over dit conflict mag nooit minder worden. We moeten alle weten welke offers gebracht zijn, zodat alle generaties Surinamers deze geprachte offers waarderen en dat we bewust zijn van wat zich heeft voorgedaan om niet dezelfde fouten te maken. Niet nu, niet in de toekomst. Defensieminister Matura wenste de oorlogsveteranen veel kracht en liefde toe om de trauma's die met de oorlog zijn meegekomen te kunnen verwerken. Ze stelt dat de veteranen in staat moeten zijn te genieten van hun verdere leven en een mooie toekomst.